Ik ben heel lang uit geweest. Heel lang op de één dag in de gym bezig geweest met de fysio's. En als je dan weer met de groep mee kan doen, is dat natuurlijk fantastisch. Is dat dan toch een soort machteloos gevoel als je zo lang toe moet kijken? Ja zeker. Je weet dat je geblesseerd bent. En toch heb ik telkens het gevoel dat ik bijna weer terug ben. En dan werd ik af en toe weer teruggeworpen. Dus dat is dan lastig als je steeds een stapje terug moet doen als je denkt dat je er bijna bent, zeg maar. Hoe heb je ondertussen naar NEC gekeken, naar het toch iets wat moeizame seizoen waarin NEC slechts 13e staat? Ja, het is lastig. Ook toen ik gewoon fit was, is het natuurlijk ook lastig, want toen ging het ook niet top. Afgelopen week gaat het natuurlijk wel wat beter. Ongeslagen dit jaar nog, maar het is nog natuurlijk niet veel waar we naartoe streven. Als je dan, zelf geobsedeerd bent, voel je het af en toe nog een beetje machteloos. Helemaal dat je team niet kan helpen. Het is gewoon sowieso lastig om toe te kijken. Helemaal als het eigenlijk wat minder gaat, zoals dit seizoen eigenlijk. Er komt een hele drukke periode aan, want binnen 2 maanden is het gedaan met die competitie. Dus je komt wel op de juiste manier weer eraan. Ja, ik hoop dat ik gewoon snel helemaal topfit ben. Dat de klachten helemaal weg zijn, dat is voor mij nu het belangrijkste. En het zou mooi zijn als ik nog gewoon het team kan helpen en een steentje kan bijdragen. Dit was toch gewoon voor jou een heel vervelend seizoen, weinig gespeeld. En het gaat ook zeer teleurstellend met de NEC, want je had het ook niet verwacht, 13e nu. Nee, inderdaad. Ik denk dat ik vorig jaar veel gespeeld. Op zich gewoon nog over het algemeen een goed niveau gehaald. En ik had voor dit seizoen voor mezelf en voor het team wel veel meer verwacht. Ik denk van iedereen. Dus wat je zegt, als team teleurstellend seizoen, maar voor mijzelf ook natuurlijk heel teleurstellend. Ja, wie het laatst lacht, die lacht het beste, zeggen ze. Ja, inderdaad. Het zou mooi zijn als we het heel mooi kunnen afsluiten. Maar we moeten niet te veel gaan praten. We moeten gewoon laten zien wat we nog niet altijd hebben gedaan.